18 maart 2019. Het was een onvergetelijke dag voor Utrecht. Diverse personen werden door één schutter beschoten in en rondom de sneltram. 4 doden en 6 zwaar gewonden door één schietpartij. Een moment waarop voor velen hun leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Utrecht, een stad die ruim 350.000 mensen hun thuis noemen. Op 18 maart om iets voor 11 werd dit thuis voor velen een plaatsdelict en een jachtgebied. Ruim 1 miljoen Nederlanders keken live mee hoe de politie de klopjacht op de dader van dit verschrikkelijke incident opspoorde. Zoals u ook weet, kunnen we op dit moment een terroristisch misdrijf niet uitsluiten. Elke Utrechtenaar zat op het puntje van zijn stoel en volgde iedere beangstigende minuut. Niet wetend of er meer zou komen en of deze man gepakt zou worden. Ja, ik kan me nog goed herinneren dat ik in de bus zat en het was eigenlijk alleen maar sirenes wat ik hoorde. Vele agenten vulden de straten van Utrecht en de rest van Nederland. Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving. Op onze tolerante en open samenleving. Mocht dit inderdaad een terreurdaad blijken, dan past erop maar één antwoord. En dat antwoord luidt dat onze rechtsstaat, onze democratie sterker zijn dan fanatisme en geweld. We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid. Nooit. Ondanks deze gruwelijke daad sloegen ruim 16.000 mensen de handen ineen voor een stille tocht. Georganiseerd door de nabestaanden van één van de slachtoffers. Het is nu ruim 7 weken na de schietpartij. Er zijn geen tekenen van terreur in de tram. Nog steeds en voor een lange tijd zullen velen een korte blik vanuit de tram op het plein werpen. Het is lastig voor te stellen wat hier is gebeurd. Utrecht zal nooit meer hetzelfde zijn. Een aanval op onze beschaving maakt ons sterker en brengt ons dichter bij elkaar.